Rotterdam heeft plannen voor 60.000 duurzame woningen die ontwikkeld moeten worden in dit gebied, stadshavens. Nou, projectontwikkelaars en architecten moeten dadelijk gaan kiezen uit duurzame bouwmaterialen en gebruik zien te maken van restwarmte of in ieder geval duurzame ventilatiesystemen. Goedemiddag. Goedemiddag, Peter Amersfeld. Jullie Barillen. Ik wilde graag even binnenkomen kijken. Dat mag, komt u binnen. De ontwikkeling van nieuwe, energiezuinige ventilatietechnieken krijgt volop aandacht van de overheid in de vorm van Center Novum. In Rosmalen draait iets geheel nieuws, een systeem van Alusta. Oké, dus dat zijn de sensoren, de roosters. Het Alusta-systeem beperkt onnodig warmteverlies en is daardoor heel zuinig. Nou, het is in feite een natuurlijk ventilatiesysteem. Dat betekent dus dat de lucht gewoon direct van buiten komt via roosters in de gevel. Het bijzondere daarvan is dat dat gebeurt op basis van luchtkwaliteit. Dus sensoren meten de luchtkwaliteit en de roosters sturen zichzelf open op een dusdanige manier dat je exact de hoeveelheid lucht krijgt die je ook nodig hebt. En dat is onafhankelijk of het hard of zacht waait buiten. Dat is altijd dezelfde luchthoeveelheid. Ik ben zeer tevreden. Ik heb een zoon met zware huisstofmijtallergie en die had in ons vorige huis had hij heel veel last van hoofdpijn, bloedneuzen. Hij moest 2 keer per dag puffen en hier, sinds wij hier wonen, is dat eigenlijk na een paar maanden was dat praktisch over. Hij hoeft nu al een maand of 4 niet meer te puffen. Hij heeft helemaal geen last meer van bloedneuzen. Hoofdpijn is ook praktisch verdwenen, dus wij zijn eigenlijk heel tevreden daarmee. Het gaat om zogenaamde vraaggestuurde centrale ventilatie. En dat betekent dat we eigenlijk precies ventileren met die luchthoeveelheden als nodig is, op die plekken waar dat nodig is. En dat doen we door middel van zogenaamde sensoren. En die sensoren die meten de luchtkwaliteit. Dat zijn CO2, kooldioxide sensoren. En daarmee heb je eigenlijk altijd exact de goede luchtkwaliteit. Een ander groot voordeel van dit systeem is dat het, doordat het precies ventileert met de luchthoeveelheden die nodig zijn, dat het ook heel erg energiezuinig is, want je hebt nooit te veel ventilatie. Dus dat is altijd precies genoeg. Een ander systeem treffen we in Limburg. We staan hier op de grens van Brunssum en Hoensbroek op het oude Emma-mijnterrein. Op het oude Emma-mijnterrein, wat heel lang heeft braak gelegen, is geprojecteerd nu een compleet verzorgingshuis met 2 aan die kant en aan die kant een aanleunvleugel. Dit is 2 jaar geleden gebouwd. In het gebouw bleken echter ontzettend veel problemen met het binnenmilieu. Binnenmilieu wat slecht was door een slechte ventilatie. Om deze reden is nu gekozen, en dat hebben we nu de laatste 11 maanden gerealiseerd, om een nieuw ventilatiesysteem door de muur, het zogenaamde klimaratsysteem. In de gevel zijn allemaal doorvoeren gemaakt en aan de binnenkant hangen daarvoor toestellen, waardoor we het binnenmilieu geoptimaliseerd hebben. In een verzorgingshuis voor onder meer oud-mijnwerkers en hun echtgenotes functioneert sinds kort het Klimaraad ventilatiesysteem. Het combineert energiezuinige ventilatie met een comfortabele warmte. We zullen even op zijn kamer binnen gaan. Even aankloppen of het erin is. We zien nu achter het toestel hangt de klimaat. Je ziet er eigenlijk van binnenuit helemaal niets hangen. Er hangt gewoon weer een radiator terug, zoals die er vroeger ook hing. Alleen achter de radiator zit een toestel. Dat zullen we later de uitzending laten zien hoe dat functioneert. Er zit een regeling op waar meneer niets aan hoeft te doen, want het gaat helemaal automatisch. Hij meet automatisch met zijn CO2-sensor zijn koolstofdioxide en zijn luchtvochtigheid en op een andere manier zijn temperatuur. Waardoor het toestel heel automatisch werkt en daarop ook modulerend functioneert. Dus als meneer alleen is, doet hij bijna niets. Nu zijn we met z'n vieren, zal de CO2 omhoog gaan en zal hij harder gaan ventileren. Als meneer bezoek heeft, gaat hij harder. Is hij alleen, dan doet hij bijna niks. En omdat ik kortademig ben, ik heb er wel voordeel van dat ik heb hem al een keer filter moeten vernieuwen. Dus het werkt wel hoor. En dat gaf hij aan, hè, filter vernieuwen. Dus, En mensen met gevoelige longen, daar zijn er hier natuurlijk meer van. Vandaar nog 1 keer de werking van de Klimaraad. Nu wat we op de kamers gezien hebben, kunnen we hier even helemaal uitgebreid laten zien. In het kort, we zuigen lucht aan onder de radiator langs. Die halen we door middel van een aanzuigventilator die hier zit, achter een kanaal in het kastje.
door de warmtewisselaar die hier zit. Die warmtewisselaar geeft dadelijk de warmte af in de lucht die nu van buiten wordt aangezogen, normaal in balans. Die wordt echter eerst gefilterd op pollen, mijten, fijnstof en dieselroet. Wat natuurlijk heel belangrijk is, dat we schone binnenlucht hebben. Die lucht komt onder weer voor het toestel eruit, gaat langs de radiator heen als niet storende lucht, dus we hebben nooit geen tocht in de ruimte. We houden de energie vast en we hebben altijd verse lucht. Thank you.